Welkom bij weer een mini-lesje. Vandaag gaan we een beetje met de torso aan de gang. Dus een beetje draaien, een beetje zijkanten. Misschien kunnen we zelfs nog wat kracht in de buik en in de rug. Dus ik zou zeggen, doe weer lekker mee. En voordat we beginnen, gaan we onszelf weer lang maken. Dus strek je armen omhoog, pak je handen bij elkaar. Kijk of je op je tenen kunt staan. En probeer lengte te maken in je buik. Stel je navel omhoog, til je borstkas op. En kijk of je je armen nog meer uit je oksels kunt halen. Adem nog een keer diep in, zodat je nog langer kunt maken. En op je uitademing buigen we voorover. Dan pak je je ellebogen vast. Buig je je linkerknie en hang op je rechter gestrekte been. En je hoofdschouders hangen er ontspannen bij. Voel weer de strek aan de achterkant van je been en wissel af en toe van been. En breng je lichaam steeds naar je gestrekte been toe. Zo voel je aan de ene kant de strekking aan de achterkant van je been. Aan de andere kant voel je de bolling van je rug. En laat je armen hangen. Buig je knieën licht. Trek je navel in. En vanuit die navel duw je jezelf omhoog. Oftewel, je rolt je rug weer wervel voor wervel omhoog af. En in diezelfde slow motion rol je je lichaam ook heel even af. Oftewel, je laat je hoofd hangen. Armen hangen lang, ontspannen langs het lichaam. Knieën buig je wat. En zo rol je wervel voor wervel naar beneden af. Dus op deze manier maken we al die wervels weer een beetje wakker, een beetje actief. En helemaal beneden aangekomen, duw jezelf vanuit die navel weer omhoog en rol jezelf omhoog af. En ook die nekwervels. Strek je kin naar het plafond. En nog één keertje. Dus rol je lichaam af. Knieën buig je wat. Zak naar beneden. En rol jezelf weer omhoog af. Oké. Gaan we zijwaarts hangen. En dat doen we weer door de rechterarm omhoog te strekken. En dan probeer je de lengte tussen jouw buitenkant van je rechtervoet en je rechtervingertoppen lang te maken. Dus je tilt je heup of je flank uit je heup. Dus je probeert daar die lengte te creëren. En je kijkt of je arm nog wat meer uit je oksel kunt trekken. En vanuit deze lengte hang je met je arm naar links. En dan voel je weer die lekkere strekking. In je rechterzij. Linkerhand kun je je linkerheup zetten, zodat je je heup rechterheup wat meer naar buiten kunt duwen. Maar hou je arm gestrekt, je rechterarm. En wissel. Dus breng je rechterarm terug. Breng je linkerarm omhoog. Zoek de lengte in je linkerflank. Arm uit je oksel en hang naar rechts. Rechterhand eventueel in je rechterheup, zodat je je linkerheup wat meer naar links kunt duwen. En breng je de arm weer terug. Super. Kijken of we de buik en de rug al wat krachtiger kunnen maken. En wat we daarvoor doen is voorover buigen. En op het moment dat het bovenlichaam en de armen horizontaal zijn, blijven we staan. En door je rug wat hol te maken, vanuit je positie, ga je die kracht opbouwen in de rug. Dus strek je arm omhoog. Breng je billen naar achteren. En tegelijkertijd buig je met je bovenlichaam naar voren.
Probeer je benen zo gestrekt als mogelijk te houden. Zitpotten op te tillen en je rug dus hol te maken. En dan blijf je ietsje staan. Probeer je bekken te kantelen, dus die billen op te tillen. Buik lang te maken. En buikje voorover. Knieën buikje licht en dan voel je weer die bolling in de rug. En rol jezelf rustig omhoog af. Kom op de knieën. En op de handen. Dus de handen en de knieën. En kijk weer of dat je je heupen boven je knieën kunt houden. Dus hang niet te ver naar voren, ook niet te ver naar achter, maar gewoon recht erboven. En vanuit deze positie kijk je of dat je je rechterarm op kunt tillen. En dan breng je rechterarm onder je linkerarm door. Zak met je schouder naar de grond. En als die rechterschouder op de grond ligt, dan kun je vanuit de taille draaien. En dan zie je dat het effect is dat die linkerschouder omhoog komt. En dan kun je die linkerarm meedraaien. Alsof je die linkerarm aan de achterkant weer op de grond probeert te leggen. En draai je arm terug. Zet je linkerhand op de mat. Duw jezelf omhoog. En pak de andere kant. Dus je linkerarm onder je rechterarm door. Laat je linkerschouder zakken op de grond. En dan open je je rechterschouder. En strek je rechterarm weg. En draai je weer terug. Dus zet je rechterhand op de grond. Kom je weer omhoog. Wissel nog een keertje. Spring je rechterarm onder je linkerarm door. Laat je linkers of rechterschouder zakken. Open die linkerschouder. Draai goed in je taille. Kijk over die linkerschouder weg. En wissel. Dus draai je linkerschouder terug. Linkerhand op de grond. En breng je linkerarm onder je rechterarm door. Laat je linkerschouder zakken. En draai in je taille. Open die rechterschouder. En zet je rechterhand weer terug. En kom je omhoog. Blijf op je handen en je knieën. En dan kijken of we als een kat onze rug hol kunnen maken en bol afwisselend. En we beginnen met een holle rug. Dus je probeert je bil op te tillen, buik lang te maken, borst op te tillen, je hoofd in je nek te leggen. Dus maak je buik lang. Rug hol. En dan begin je de draaiing te maken in je bekken. Dus je kantelt je bekken. En dan rol je die rug juist weer af. Maak je rug bol. En dan kijk of dat je je kin naar je borst kunt duwen. En die schouderkoppen van elkaar af kunt duwen. En
En maak onze rug weer hol. Vanuit het bekken kantelen we. Naak je buik weer lang. Leg je hoofd in je nek. Til die billen omhoog. En maak hem weer bol. Nog één keertje hol. En bol. En kom weer in een neutrale houding. Goed, komen we op de billen zitten. En vanuit die positie zet je je linkervoet dicht bij je lichaam. En je rechtervoet leg je ervoor. Oftewel, je zit in een kleermaker zit. En het helpt je door dan je billen omhoog en naar achter te trekken. Want daardoor kantelt je bekken wat, je rug wordt wat holler. Vanuit deze positie gaan we weer een keer zijwaarts hangen. Waardoor je probeert om je lengte te zoeken. Dus die wervels als het ware uit elkaar te halen en vanuit die lengte een beetje te zakken naar links. Dus wat je doet is je zet je linkerhand iets van je lichaam af. Rechterknie, rechterbil blijft naar de grond geduwd. Doordat je die hand in de grond stuurt. Dus je duwt jezelf als het ware naar rechts. Dan probeer je die lengte te zoeken in je linker, maar ook in je rechterflank. Net als net, breng je arm weer omhoog. Til die arm uit die oksel. En vanuit die lengte hang je zo veel als mogelijk naar links. Voel die strekking in je rechterzij. En breng je eerst je arm terug. Spring rustig terug. Dan voel je die strekking weer. Of dan voel je die rechterflank weer ontspannen. En maak je jezelf recht. En voordat we de andere kant op hangen, wisselen we de positie van de voeten. Oftewel, je linkervoet leg je nu voor je rechtervoet. Trek die billen nog een keertje omhoog en achter. Zet ze opnieuw neer. Plaats je rechterhand naast je. Zoek weer de lengte in je linker, maar ook je rechterflank. Breng je arm omhoog, til hem uit je oksel en hang naar rechts. En breng eerst je linkerarm terug. Daar haal je die spanning mee weg, in die flank. Dan kun je jezelf weer recht zetten. En draai een beetje van links naar rechts. Oké. Dan gaan we kijken of we wat kunnen twisten. Wat we doen is strekken de benen naar voren. En dan zet je je linkervoet over je rechterbeen. En we willen draaien in je taille. En wat daarbij belangrijk is, dat je beide billen eigenlijk stevig op de grond houdt. Vanuit die positie probeer je de lengte te zoeken in je buik. Dan til je buik over je gebogen been heen. Dus je draait in dit geval naar links. En dan kun je die hand achter je neerzetten. En die elleboog die draai je over die knie heen. Zodat je zelf wat af kunt zetten. Dus niet dat je knie alleen maar naar achter duwt. Maar eigenlijk nog belangrijker. Dat je gaat kijken of dat je meer in die draaiing kunt duwen. Dus op je inademing kun je wat lengte maken. Je rug rechter maken. En op je uitademing nog wat meer naar links draaien.
En kom je terug. En wissel. Dus zet je rechtervoet over je linkervoet. Maak je buik lang. Draai wat naar rechts, zodat je rechterhand achter je neer kunt zetten. Kijk of je je linkerelleboog achter je rechterknie kunt plaatsen. En zet jezelf af, zodat je nog wat meer naar rechts kunt draaien. En draai je weer terug. Wissel nog een keer. Dus rechtervoet over je linker. Linkerhand achter je. Buik lang. Draai naar links. En je rechterelleboog achter je knie. En draaien we de andere kant op. Dus linkerbeen strek je, rechtervoet over je linkerknie. Rechterhand weer achter je, buik lang makend, draai naar rechts en zet je elleboog achter je knie. En draai weer terug. Heb je voeten plat op de grond. En leg je vingertoppen op je knieën. Niet eroverheen, maar aan de bovenkant van die knieën. En voel dan dat je wel stevig kunt zitten. En dan ga je kijken, terwijl die vingertoppen die bovenkant van die knie aanraken, of dat je je armen kunt strekken. En dan voel je dat er misschien wat actie kan ontstaan in je buikspieren. Probeer je rug wel wat hol te maken. Dus je borst net iets op te tillen, wel die armen gestrekt te houden. En doordat je die schouders eens wat lager brengt, voel je dat je die regio hier iets meer in kracht zet. En om even te ontspannen, zetten we de ellebogen op de grond. En misschien zie je het al, de hoogte van mijn schouders is niet veranderd. Dus dan heb je de goede hoogte om die buikspieren goed aan te spannen. Dus als je nu nog een keer je bekken kantelt, je rug wat hol maakt en die armen naar voren strekt, heb je als het goed is gelijk de juiste hoogte om die buikspieren aan te zetten, aan te spannen. Je blijft natuurlijk rustig doorademen, gezicht kan gewoon relaxed zijn. Schouders hoeven niet opgetrokken, die blijven gewoon relaxed hangen. We blijven nog ietsje langer zitten. Zodat die buikspieren de kans krijgen om wakker te worden. En zet je ellebogen op de mat. Pak hem nog een laatste keer. Dus probeer je bekken wat te kantelen, borst wat op te tillen. Armen naar voren te strekken. Adem rustig door. En ontspan je, kom je naar voren.
Oké. Kom je weer lekker zitten. En hoe je zit maakt niet zoveel uit. Dus of je nou op je hakken gaat zitten of in de kleermaker zit, maakt niet zoveel uit. Maar kijk of dat je je bekken net iets gekanteld kunt houden, waardoor je wat rechter kunt zitten. En sluiten we de ogen even. En haal maar een keertje diep adem. En voel gelijk dat je stevig kunt zitten. Voel het contact van je billen, je benen op de mat. Alsof jouw lijf in de mat zakt. Op elke uitademing voel je dat er meer en meer zwaarheid kan ontstaan in het lichaam. Op elke uitademing geef je meer en meer toe aan de ontspannenheid. Dus voel dat je voorhoofd ontspannen is. Voel dat je ogen ontspannen in de oogkassen kunnen liggen. Voel dat je wangen en je kaak ontspannen zijn. Voel de zwaarheid van je schouders en je armen langs het lijf. Voel het uitdijen op je inademing, het uitdijen van je lichaam. Voel dat die adem zakt naar je buik. Dat het met name je buik is die uitdijt als je inademt en in ontspannenheid zakt als je uitademt. En voel dus de zwaarheid van je billen en je benen op de mat. Voel dat die adem rustiger wordt. En kijk of je je uitademing 2 keer zo lang kunt laten zijn als je inademing is. Keertje diep adem. Wrijf je in je handen zodat ze warm worden. En die warme handen leg je op je ogen. En rond je dit rustig af.